Het landelijke project training in basiscomputervaardigheden van het ministerie van AWJ is succesvol afgerond met 23 certificaatuitreikingen in Brokopondo op 7 juni 2024. De training, gericht op schoolgaande moeders en kwetsbare jongeren, werd in alle districten gehouden. De nadruk lag op de ontwikkeling van computervaardigheden om maatschappelijke kansen te vergroten. Ondanks uitdagingen zoals kinderopvang en logistiek werd het project dankzij samenwerking en doorzettingsvermogen van deelnemers en organisatoren succesvol uitgevoerd. De training Bindwijze Infosting Anissa van NAX in opdracht van het ministerie van AWJ werd op 8 juni 2024 afgesloten met certificaten voor 12 schoolgaande moeders. Deze training ondersteunt flexibele werkgelegenheid en culturele integratie. Directeur Jeugdzaken Jinti Mangru benadrukte de economische en culturele waarde en riep op tot benutting van de vraag naar hoofddoeken voor Kittikoti. Madhuri Munisar sprak over gendergelijkheid en thuiswerken en Sigmund Staphorst prees de inzet van de moeders en moedigde deelname aan culturele activiteiten aan. Suriname is opnieuw de grote winnaar van het Caribbean Gospel Song Festival met Denise Piquet Pollard als beste gospelzanger van het Caribisch gebied en Waldino Belfort op de tweede plaats. Samen met Consuela Biervliet en Sue Kreepsburg wonnen ze ook de tweede plaats in de groepscategorie. Daarnaast wonnen Surinaamse vertegenwoordigers prijzen voor beste kleding, beste eigen compositie en meest populaire solo en groep. De organisatie werd in Suriname vertegenwoordigd door Music & Me onder leiding van Bernice Rijn-Hubart.